Goedemorgen, het is vandaag donderdag 8 juni en wat leuk dat je weer meekijkt naar deze nieuwe vlog. Lef die dacht ik ga er even bij zitten. Deze ochtend ging weer een beetje moeizaam met Lef. Hij heeft een beetje een ochtendhumeur, heb ik het idee. Hij wil dan alleen maar liggen en tv kijken en eten en voor de rest wil hij helemaal niks. Niet met zijn speelgoed spelen. Ik probeer hem dan continu te vermaken, maar niks helpt. Nu was ik eventjes buiten op de straat, dat vindt hij dan wel weer leuk. Hij zwaaide even naar jullie. Maar ik moet weer terug, want ik heb leuk bezoek. Vanochtend heb ik eventjes lekker een ijskoffertje gemaakt. Het was zo lekker. Die karamelsiroop, die maakt het gewoon echt lekker. Het lijkt net zo'n frappuccino. En dan vanmiddag komt Miranda, de moeder van Tigo, hierheen. Om op Lef te gaan passen, want ik ga vanavond, of nou ja, vanmiddag eigenlijk al, naar Rotterdam. Want we gaan lekker uit eten met de meiden van het werk. Voor Devin de verjaardag nog. Maar goed, ik ga nu snel naar binnen, want Anne staat al voor de deur. Ik was denk ik net 5 minuten buiten of zo. Toen zag ik er aankomen met de bus. Loop maar Lef. Het is in ieder geval erg lekker weer. Dus dat is altijd fijn natuurlijk. Ik heb mijn favo broek natuurlijk weer aan. Zoals altijd. Deze komt van de Zara. Maar die zit zo lekker. Ik ben vanochtend wel op mijn plaat gegaan. Want ik heb nu van die Isabel Marantz aan. En die hebben een hak. En dan kan ik er goed op lopen. Wow, zo, nu ga ik weer bijna. Maar zonder schoenen is die zo lang dat ik hier gewoon op mijn plaat ben gegaan vanochtend. Ik ga ook eens beginnen. Maar doe in ieder geval een duimpje omhoog als je binnen in de video. En dan hebben jullie heel veel kijkers weer. Oh. Ja, ja. Oh, zo. Loop maar. Ik maak de schoenen even uit. Zo. Nou, ik ben heel benieuwd naar de deco van de bloemetjes. Anne is inmiddels bij mij aangekomen en ze heeft echt van alles mee. Ja, dit zijn zijden. Ja, stop. Ja, want ik koop wel eens een bos bloemen, maar binnen een week kan ik het weer weggooien, weet je wel. Hier blijf ik gewoon plezier van hebben. En ze heeft expres gekozen voor kleur, want dat mist mijn huis een beetje. Het is allemaal lekker beige en zo. En dan hebben we ook allemaal nog mooie vazen. Kijk, deze heeft ze al neergezet op de tafel. Bij deze vinden we heel erg mooi bijvoorbeeld op de eettafel. En deze misschien in de keuken. Ik ga iets moois creëren. Ze heet trouwens, hoe heet je ook alweer? Homeflowerstijl. Homeflowerstijl, want de naam is veranderd. Ja. Dit kleine dingetje wordt vervangen door een prachtige zijde boeket. Oh, wil jij deze vast even leggen? Ja. Zo. Schrijf even alles aan de kant. Dan doen we deze weg. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat staan. Ja, ik ook echt. Oh, het is wel mooi hoor. Oh ja, ik vind het heel mooi. Ja, oh. Heel ook gewoon leuk. Bij die plankjes. Het maakt het echt gezelliger. Heel leuk. Ook met dat blauwe roze. Ja, maar ik vind het echt mooi. Het brengt echt sfeer hier. Wauw. Love it. Ja, I love it. Kijk, dit is boeket nummer 2. Dit is wel echt mijn favoriet. Deze is gewoon boordevol kleurtjes. En ik vind die vaas ook heel erg mooi. Hij staat nu op de bank. Daar blijft hij natuurlijk niet staan. Alhoewel, het ziet er wel gezellig uit. Maar deze komt op de eettafel. Nou, echt helemaal leuk dit. Ik miste echt nog kleuren in mijn huis. En dit maakt het gewoon helemaal af. Kijk nou, hoe leuk. Deze gouden vaas heb ik gewoon gehouden. Maar we hebben er dus zijde bloemen in gedaan. En het ziet er gelijk zoveel leuker uit. Ik moet nog steeds een ander bijzettafeltje. Maar ik ben een beetje lui daarin. Maar het komt vanzelf. Maar voor nu staat het echt heel erg schattig. En Anne heeft ook nog zo'n hele leuke boekenplank meegenomen. Want op de ladekast in de slaapkamer heb ik een boek liggen. Maar die wilde ik heel graag zo op zo'n plank. En die heeft ze toevallig. Kijk ook hoe leuk deze vaccinelichtjeshouders zijn. Echt helemaal in dezelfde stijl met dat smoky glas. Daar kan je dus van die vaccinelichtjes in doen. En dat staat echt heel erg leuk zo bij het boeket. Echt heel mooi. En dan hebben we nog een beeldig zijde boeket voor op onze slaapkamer. We hebben namelijk zo'n ladekast. En ik wilde echt nog zo'n mooie vaas met zijde bloemen. Nou, hij is prachtig. Pas helemaal in het huis. Kijk hoe mooi die cheetah vaas is. En die zijde bloemen allemaal in dat beige goud tint. Kijk hoe mooi die gouden stukjes. En ik vind het gewoon heel erg fijn dat je deze niet hoeft te vervangen. Want ja, je kan dat na een paar jaar doen omdat je denkt ik wil weer wat anders. Maar die dingen blijven gewoon er zo mooi uitzien. Hier heb je gewoon zo lang profijt van. En het staat gewoon zo chic in je huis. Het geeft echt een toevoeging. Want onze slaapkamer oogt nu zoveel luxer door deze prachtige bloemen. En überhaupt het hele huis. En ik heb dus ook nog zo'n leuke boekenplank van haar. Dit boek had ik al. Maar volgens mij verkopen ze dat ook op de site. Dus ik zou zeggen, neem zeker een kijkje. Kun je dus mooi je boek op decoreren. Echt zo blij mee. Mocht je meer info willen, stuur Anne dan eventjes een DM bijvoorbeeld. Of een e-mailtje of zo. Ik zet haar site en haar Insta even in de beschrijving. Dus mocht je contact willen opnemen, kan dat. Ik ben weer beneden en ik ben zo blij. Oh, het ziet er zo mooi uit. Het geeft zoveel sfeer. Ook die in de keuken echt veel mooier nog dan verwacht, jongens. Echt helemaal blij. Ik ga even lekker 2 boterhammen eten met, wat is het, parma ham, hummus, kaas, van alles nog wat. En ik heb uiteraard weer ijskoffie gemaakt, want echt zo lekker is het, de ijskoffie. Kijk hoe leuk en fancy het er ook uitziet in dat bekertje. En als ik dat op heb, moet ik echt gaan werken. Het is nu 1:15.
Want Tigo's moeder komt ook vanmiddag. Dus ik moet wel alles af hebben voordat ze komt. En ik heb nog aardig wat te doen. Het is 4 uur. En Miranda en Ivy passen gezellig eventjes op les. Ze zijn er even een stukje wandelen. Ze gaan naar de supermarkt. En ik ga er vandoor. Want ik ga expres vroeg weg. We hebben pas om 6:30 gereserveerd. Maar ik zie dat er nu al een gigafile is. En dat gaat alleen maar oplopen. Ik haat file. Anders kom ik natuurlijk veel later weggaan. Maar ik wil niet te laat komen. Ik neem voor de zekerheid wel even mijn water mee. Want je weet nooit hoe lang je in de file staat. En echt vreselijk dit. Dat bed wordt eindelijk morgen opgehaald. Zou vandaag opgehaald worden, maar ze komen nu morgen. Uiteraard ben ik er veel te vroeg aangekomen in de stad. Ik was hier al om 5 en we hebben om 6:30 gereserveerd. Maar ik had geen zin om uren in de file te staan, want ik stond nu al in de file, terwijl ik rond 3:30 of zo wegging. Ik ben even naar Starbucks gegaan, want anders loop ik ook alleen maar rondjes te struinen in de stad. Ik heb lekker een salted caramel cream cold brew en een bananenbrood, want ik heb best wel een beetje trek en duur nog even voordat we gaan eten. Ik ben in de winkel! Yay. Super gezellig! En Devin weet dus nog helemaal niet waar we heen gaan. Dus als, heb je een idee? Ja. Wat denk je? Daar ben ik wel benieuwd. Oh, je bent ja, dat. Ja, maar wat? Ja, ik weet het sowieso, maar ik kan niet zeggen. Vertel. Ja. Wat doe je dan? Zeg dat? Ja. 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 We gaan even onze outfitjes aan jullie laten zien en dan gaan we er lekker vandoor. Oké, okay, wat hebben jij aan vandaag? Ik heb een jurkje aan van Devon Official en laarzen van Devon Official. Oh, leuk die laarzen ook. En jullie allemaal. Nick, wat heb jij aan? Devon Official. En jij? Sarah. En Stradivarius, toch? Oh. Dit is ook van Devon Official een topje. Echt ja, superleuk. Toch, Nick? Sarah. Nou, we zijn er. Ja, jij hebt het goed geraden. Nou, ik ben erg benieuwd. Lekker een pornstar. Wat is dat? Gin? Ja. Lekker. En wat is dat? Ik heb... Die pina of zo? Nee, ja. Gracious. 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 Het smaakt naar... Met kokoswater. Oh, ja. Lekker. Ananas. Het is heel lekker. Lekker. Maar het is ook wel tonic. Oh, hetzelfde als Def heb je? Ja. Leuk. Kijk hoe mooi het er hier uitziet. We gaan zo even kijken wat we gaan bestellen. Oeh, die kaart is zo groot, man. Woehoe. Ik kan het helemaal niet filmen. Oh, de achterkant ook nog. Kijk, lekker. Carpaccio, tartar en gyoza. Ziet er echt goed uit. Sushi, truffel, frietjes, sashimi, sushi, carpaccio en tuna tataki. Heerlijk! Yeah! Oh, dat hoort. Die jongens al helemaal schrikken. Wow! Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Het is nu 10 uur en ik ben weer aangekomen in Rotterdam. Ik was hier gisteravond nog en nu ben ik er weer. Ik heb super slecht geslapen, jongens. Ik was laat thuis. Ik denk pas rond 11:30. En ja, ik had gisteren 3 koffies op. Dus ik kwam gewoon letterlijk niet in slaap. En ik heb natuurlijk ook wel een glaasje op. Niet veel natuurlijk, maar ik kan daar best slecht tegen. Daardoor heb ik heel erg lopen zweten vannacht. En ik kwam dus gewoon niet in slaap. Ik denk dat ik pas rond 1:30 in slaap viel. En toen om 7:30 ging ik er weer uit. Want ik moet vandaag werken. En ik moest op tijd op, want ik moest ook nog wat aan mijn video doen. Dus ja, ik ben alweer even in de weer. Vandaag komen ze eindelijk het bed ophalen en de nieuwe eettafel brengen. Ik heb nu echt verschrikkelijk veel last van mijn hooikoorts. Elke keer als het van het lekkere weer is, ben ik heel blij. Maar ook weer niet, omdat mijn hooikoorts speelt op. Vandaag werken van 11:30 tot 6:00. En het wordt 30 graden, so wish me luck. Ik heb dit hele leuke jurkje aan. Deze komt van mijn oude webshop. Die bestaat inmiddels niet meer. Dus ja. Daar komt hij vandaan. Als ik loop, krijgt hij wel een beetje omhoog. Maar dat heb ik dus altijd met zulke jurkjes. Maar goed, ik ga nu de metro pakken. Ik ben bij Kralingse Zoom. En dan ga ik zo nog even koffie halen. Dat heb ik even nodig, want ik ben moe. En dan gaan we lekker een dagje werken. Volgens mij moeten we heel veel uitpakken en prijzen. Want ze heeft heel veel nieuws gekocht, Devin, gisteren op inkoop. Dus dat is onze taak. Ik ben in de stad en ik heb even lekker een ice brown sugar shake en espresso gehaald. Wat een naam. Dus ik ga dit lopend even lekker opdrinken. Ik sta weer in de winkel en ik begin gelijk even met nieuwe items prijzen. Want er zijn heel veel nieuwe items binnen. Dus we gaan per item 3 in de winkel hangen. En de rest gaan we dan achter voor de webshop voorraad. I got so much to say, never thought it would end this way. I've had so many thoughts spinning in my head. I wanna right my wrongs, never
never thought they would do such harm. You got so many reasons spinning in your. Het is echt bloedverziekend heet vandaag. 30 graden of zo. In de winkel is het ook heel erg warm. Maar goed, ik heb even pauze. Ik heb lekker een broodje gehaald die ik inmiddels al bijna opgegeten heb. Was iets met oude kaas en pancetta. En een ijskoffie, want it's cold. Ja, dat is iets met oude kaas en pancetta en avocado en zo. Oh, en truffelmayo. Oh, wel lekker. Ja, is echt lekker. En ijskoffie. Ja, die stomme beugel. Ja, ik kan echt niet met de beugel eten. Dat mag niet. Nee. Echt struggles. Dat is zo vervelend. Want je kan niet denken, ik pak nu even lekker een snoepje. Nee, dat is kan echt niet. Dan gaat heel die beugel naar de nachelen. Ja. Dus ja, overleef je het nog, Michelle? Ja, het is wel echt heel warm. Ja, maar hoeveel graden is er nou buiten? Volgens mij zou het echt 29 graden. Ja, volgens mij ook. Kijken. Ja, okay. 27. Oh, jij kijkt wel. Oh, maar dat is echt teleur. Maar ook gewoon voor de stad. Het is gewoon het wordt 28. Warm. Maar het wordt letterlijk dit weekend. Zondag wordt 30 graden, hè? Je moet kijken, deze wordt ik weer. Zondag hokken, jezus, dat kan toch niet? Dan word je gelijk plat. Ja. Want ik liep dus net in de stad. Nou, echt, het is zo heet, joh. Ja, het is echt zo heet. Hey, dames en heren. Een hele goede middag. Het is vandaag papadag. En ja, zoals jullie zien, ik sta in de gang. Onze kleine Loey Lef, die is lekker buiten aan het spelen. Ik heb een zwembadje opgezet, ik laat het zo wel even zien. En eindelijk de tafel, die is bezorgd. Dus die ga ik zo gelijk even in elkaar zetten. Dan kunnen we eindelijk lekker buiten dineren. Onze kleine Loey Lef. Hey Loey. Lekker geslapen? Ja? Ga je zo lekker badderen? Lekker weertje vandaag, hè? Lekker weertje. Oeh. En ik ga even de eettafel van elkaar zetten. Zo, dames en heren, het is inmiddels alweer 5:45. Zoals jullie zien sta ik lekker in de keuken te koken. Ik kook vandaag risotto met spinazie, tomaat en lekkere granade erbij. Is een HelloFresh recept, altijd lekker natuurlijk. En ik ben eigenlijk de hele middag bezig geweest om de tafel in elkaar te zetten, de buitentafel. En ja hoor, handige Harry heeft het gedaan, het is gelukt. Dat was de tafel. Echt een prachtige tafel. Ik kan niet wachten om buiten te zitten. Het eten is bijna klaar. Spinazie, granalen. Heerlijk. Kijk eens hoe goed dat eruit ziet, dames en heren. Wij hebben allemaal lekker een ijsje, want het is zo warm vandaag. Echt super lekker zo'n swirl. Zo, dames en heren, we zijn nog even lekker buiten. Genieten van het heerlijke weer. Bijna 30 graden. Loey Lef gaat even van de glijbaan. Hij gaat even laten zien hoe goed ik kan glijden. Ten minutes later. Echt een muzikant gewoon, hoor. En weer thuis, lekker een dag gewerkt. Het was een drukke dag, want we moesten echt veel uitpakken en prijzen en naar de stellingen brengen en dat soort dingen. En het was ook best wel nog druk met de klanten. Toen aan het eind van de dag werd het wel wat rustig. Want het was op een gegeven moment zo warm in de stad. Maar de eettafel is eindelijk geleverd. Heel op, want hij was natuurlijk al geleverd, maar hij was kapot. En ze hebben de oude opgehaald en de nieuwe is binnen. En ik vind het zo leuk eruit zien. Ik ben er heel blij mee. Nu kan ik eindelijk de tuin nog een beetje leuk gaan decoreren. En kunnen we buiten gaan zitten. Kijk hoe mooi. I'm so happy. Maar dit is zo'n tafel die je als het goed is ook langer kan maken. Dus dat is wel fijn. Ja, ik vind het heel fijn dat ik nu lekker gewoon hier kan zitten. Daar zijn ze. Lef ziet mij nog niet. Oh, hij ziet me. Hij weet niet hoe snel die moet komen, jongens. Maar de deur zit dicht. Ja. Yeah. Ja, de deur moet open. Dan kan je mama een knuffel geven. Hallo, Lili. Oh, mama gemist vandaag. Ja. Yeah. Ja, zegt hij. Maar dat is ook niet altijd. Oh, lieve. Hi. Nou, hij gaat zwaaien naar de camera. Oh, schatje. Hé, hey, mama, kus. Oh, dat is handig. Ik dacht al, hoe werkt dat dan? Oh, maar dit is echt chill. Zo, jongens, kijk hoe lang dan. Dit is echt ideaal. Hé, hey, maar dit is handig. Oh, wat leuk.
Wow, dit is echt cool. Zo. Ja, maar dit is echt handig. Wil je hem nu zo lang hebben of... Nou, dat hoeft niet hoor. Toch? Voor mij niet. Nee, maar even serieus. Het is wel heel handig als je echt veel eters hebt. Dan heb je wel gewoon genoeg ruimte, toch? Goed zo. Dit is een schatje. Het is inmiddels 11 uur en ik heb deze avond even lekker schoongemaakt hier. Beneden en boven gestofzuigd. Ik moet nog wel de kamer stofzuigen en de kledingkamer, maar daar had ik nu even geen tijd voor. De rest heb ik wel nog gestofzuigd en ook gedweld, boven en beneden. Beneden was namelijk best wel vies, want ja, er lag heel veel zonnebrand en viezigheid. Ik word dus echt helemaal gek van de jeuk aan mijn tenen. Het is echt... Het is niet normaal. Ik zou je zeggen, ik heb letterlijk al, nou ik denk al 2 jaar lang, heel veel jeuk aan mijn tenen. En het is nu gewoon even extreem. Ik weet niet wat het is, maar ik denk dat ik misschien wel schimmel tussen mijn tenen heb. Dat klinkt echt heel vies. Maar er zitten zoveel kloofjes. Het jeukt als ze neten. Elke nacht word ik dus wakker met jeuk aan mijn tenen. Ik ga even schimmelzalf halen voor voeten. En als het dan helpt, dan weet ik dat dat het is. En anders ga ik gewoon een keer naar de dokter. Maar echt, het is gewoon ondraagbaar. Ik ben mijn hele voeten gewoon aan het openkrabben van de jeuk. Het is echt zo erg. Dit is echt een hele rare info misschien, maar... Ja, ik heb gewoon heel veel jeuk. En jeuk is gewoon echt niet fijn. Dus ja, ik zat net letterlijk 10 minuten op de grond te krabben aan mijn tenen. Dit is echt zo raar misschien om te zeggen. Maar misschien hebben meer mensen dit wel. En ik heb ook hier zoveel jeuk en zo. Want het is helemaal droog en rood. Omdat ik spuit natuurlijk altijd parfum. En ik denk dus dat als ik parfum draag in de zon, dat ik dit dus krijg. Zo'n soort allergie. Het is echt vreselijk. Helemaal zo'n trekkerig, branderig gevoel in heel mijn nek. Echt jongens, wat ben ik mezelf aan het aandoen. Ik moet sowieso mijn huid veel beter hydrateren met body lotion en zo. Maar ik ben zo lui om me elke keer in te smeren. Ik weet niet of mensen dat herkennen, maar bij Lef smeer ik hem altijd in zijn heup. Maar bij mezelf echt... Ja, ik doe altijd mijn skincare, maar mijn lichaam vergeet ik gewoon echt te verzorgen. Maar nadat ik lekker aan de poets ben gegaan, heb ik even lekker ontspannen in bad. En nu heb ik ineens weer trek. Dus er zitten edamamebonen in de pan, want daar had ik even zin in en dan snackie. En ik ga denk ik overnight oats voor Lef maken. Dat is gewoon havermout, maar dat laat je dan in de koelkast staan. Maar ik ben dus echt dol op van die sojabonen. Dus ik had nog een beetje in de vriezer liggen. Had ik gewoon bij de Lidl gekocht van de week. Dus dat zit er nu in. Even het vuur iets lager voordat het dadelijk overstroomt. Heerlijk aansmullen van de edamamebonen of edamamebonen, hoe je het ook noemt. En ik ben echt zo typisch, hè. Ik dacht dus dat je overnight oats maakte door gewoon havermout te maken en dan vervolgens in de koelkast te zetten. Maar het is nog makkelijker. Je doet letterlijk gewoon melk in je kom. Met havermout doe je folie eromheen en dan zet je het letterlijk een nachtje in de koelkast. En dan trekt het natuurlijk in je havermout. Ik hoef niet eerst te koken, nou. Dit is echt ideaal. Ik ga dit echt maken, want dan heeft Lefje morgen een lekker ontbijtje. Ik wilde eigenlijk overnight oats maken met appel, maar we hebben geen appel. Dus ik heb er nu gewoon kaneel doorheen gedaan en pindakaas. En ik ben heel benieuwd hoe dit er morgenochtend uitziet, want dan is het waarschijnlijk echt zo'n lekker spulletje. Het is vandaag zaterdag en het is nu 6:30 ochtends en ik ben echt super moe. Tycho die kwam om 6:00 thuis en je raadt het al, Lef werd meteen wakker, overstuur en die is niet meer verder gaan slapen. Maar ja, 6:00 is echt zo'n tijd dat als je gewekt wordt dan kan je meestal niet meer verder slapen als kind zijn. Tenminste dat heeft Lef in ieder geval. Ik vind het echt heel naar, want ik lag er echt best wel laat in. Ik denk 00:30 of zo. Dus ik heb veel te weinig geslapen, waardoor ik nu echt super moe ben. Ik heb die overnight oats uit de koelkast gehaald en ik hoop dat hij het zo lekker gaat opeten. Daardoor wilde ik eigenlijk ook een logeerbed, want Tycho had zoiets van waarom moet je een bed en ik hoef geen tweede bed, weet je wel. Maar ik had zoiets van als er mensen hierheen komen en ze willen blijven slapen, kan dat? Nu kan dat niet. En ook omdat Tycho elke keer gaat draaien, ik denk van ja, dan ga je maar lekker daar slapen. Want ik word er elke keer best wel wakker van. En Lef ook. Gewoon niet fijn. Want Lef ligt heel vaak nog tussen ons in natuurlijk. Die dan ineens 's nachts helemaal overstuur wakker wordt. Nou, dat was vannacht dus ook rond 1 uur of 3. Zo lang lag hij er nog niet eens in. Deze ochtend komt Isabel gezellig naar me toe met Genoa. Kijk eens, genieten van zo'n overnight oats. Lekker hè? Jij. Hop. Goed zo. Ik ben net eventjes met Lef naar de speeltuin gegaan. En Isabel is er inmiddels. Ik ga even ijskoffie voor ons maken. Ze
Ik zit nu even in de tuin met Genoa en Lef. Ze zitten allebei fruit te eten. Echt schattig. Zo, de ijskoffie klaar met het gouden rietje. Kijk eens. Mooi goud rietje. Oh, Lef die denkt, hé, dat wil ik ook. Kijk, dan krijgen we dat weer. Wil jij ook melk? Nou, ik heb Lef maar vast zijn broodje gegeven. Het is 11 uur. Hij heeft net ook nog van alles lopen stoempen. Maar hij is echt niet zichzelf. Hij kan alleen maar zeuren en huilen, behalve als hij eet. Hij is gewoon zo moe omdat hij vroeg wakker werd. Dus ik ga hem zo maar naar bed brengen. Nou, Genoa is wel echt heel rustig en lief en vrolijk. Dus dat is wel fijn. Kiekeboe. Lef op de background. Isabel die is inmiddels weer vertrokken. Was heel erg gezellig. En Tigo die is ook weer wakker. Ik heb net even zijn haar geknipt. En Tigo gaat nu eventjes naar de supermarkt een paar tapashapjes halen. En daarna gaan we door naar Kimberly en Jouke. En dan gaan we daar vanavond gezellig barbecuen. En vanaf daar rijdt Tigo ook weer door naar weer een DJ-booking. En we gaan dus met twee auto's. Want dan rijd ik met Lef weer naar huis. Tigo zijn zijn tanden aan het poetsen. Maar hij wilde dit keer naar voren geknipt. Lekker tegenlicht jongens. Maar het is weer lekker fresh. En ik vind het dus leuk als Tigo er gewoon niks in doet. Ik heb Lef uit zijn bedje gehaald. Het is nu 4:30 en we gaan zo vertrekken. Kijk hoe leuk dit shirtje is. Zonder mouwtjes. En nog een broekje eronder. Ik heb hem nog even extra ingesmeerd. Ik heb ook zijn zwempakje mee, want Kimberly heeft het zwembadje opgezet. Dus kunnen ze daarin. We zijn aangekomen bij Kimberly. En we zitten lekker in de tuin. En ze hebben echt een heel speel waterattractie gemaakt. Monkey Town. Hé, hey, die zandwatertafel, die moet nog opzetten. Ja, wij hebben wel een iets andere, denk ik. Want ja. Jouw is van Winkel Velp en wij hebben online. Ja, die is anders inderdaad. Is wel, ja, is wel. Maar ik had dus voor Lef zo'n UV-pakje gehaald. Kijk nou hoe super schattig. Eerste keer dat hij hem aan heeft. Ik vind het echt cute met dat broekje. Ja, heel leuk. Wauw. Nou, Lef die heeft niet zo zin om te zwemmen, want die houdt niet van water. En ook niet van zand. Maar de meeste kinderen wel hoor. Kleine Tigo, inderdaad. Ik weet niet hoe jou was als kind, maar... Nou, ik vond het geweldig. Ja, ik weet het echt niet meer. Oh, oh, daar gaat hij. Maar kijk hoe leuk. Klein glijbaantje. En dit vind ik ook heel leuk. En daar is een zandbak. En dit is die zandwatertafel. En dan kan je nog via deze glijbaan zo erin. Maar ja, dat gaat Lef natuurlijk never nooit doen. Levi doet dat wel. Die vindt dat heel leuk. We hebben een tapasplankje gemaakt. En de barbecue staat inmiddels ook al aan. Nou, Lef die staat alweer paraat voor het eten. Die gewoon staat bezig met de barbecue. En leg je op tafel. De barbecue staat al lekker te branden. Deze zijn eigenlijk al goed, die kippies. Ja, bijna. Gaan nu hamburgertjes op. Kip moet wel goed zijn. Ja. Het is wel goed barbecue weer. Ruikt altijd zo lekker, hè? Ja, lekker man. Ja, heerlijk. Tipjes en een salade heeft Kimberly gemaakt. En lekker watermeloentjes. Feels like summer. Lekker Lef? Lekker, hè? Ik was dus aan het editen. En ik heb er echt, denk ik, 10 minuten uitgeknipt van... Nou, niet van heel de video, maar van het stuk wat nu dus eigenlijk oorspronkelijk zou komen. Ik begon deze dag namelijk heel erg overstuur en verdrietig te vloggen. Omdat ik er gewoon even doorheen zat en het even niet meer zag zitten. Want Lef die was de afgelopen weken elke ochtend zo onwijs verdrietig. Hij vermaakte zich met niks. Ik probeerde hem echt met alles te vermaken, maar niks was goed. Als het aan hem lag, lag hij eigenlijk de hele ochtend gewoon op dit vloerkleed hier te liggen. Geen energie en uiteraard heel de dag door zeuren om eten. En dat vond ik heel erg lastig. Toen wij naar Kimberly gingen, daar heb ik ook verder niks meer over verteld. Maar dat was echt super leuk. Ik denk dat we daar 4-5 uur zijn geweest. En Lef heeft met niks gespeeld. Ja, op het eind begon hij een beetje te bewegen. Maar hij heeft eigenlijk alleen maar naast ons gestaan en continu gegeten. Meer dan bij zelf eigenlijk. Het was echt bizar. En alleen maar dus bij ons gezeten en gelegen. En ik vond dat best wel heel erg heftig. Want ik denk, ja, hij is bijna 2. Normaal gesproken zijn kinderen van zijn leeftijd volgens mij vol in de bloei. Hartstikke druk, veel energie. En helemaal niet zoveel bezig met eten. Want Levi die was bijvoorbeeld helemaal niet bezig met eten. Die was zo lekker druk aan het spelen. En dan zie je zo'n groot contrast met Lef. En dat stuk wat ik er dus uitgeknipt was gewoon een stuk dat Lef gewoon op de achtergrond alleen maar aan het gillen was. Aan het huilen. En ik er dus doorheen zat. En ik vond het eigenlijk te heftig of zo. Dat ik het er maar gewoon uit heb geknipt. Omdat het toch niet helemaal goed voelde om het te delen. Dus ik dacht, ik vertel het gewoon op een rustige manier nu. In plaats van dat ik helemaal hysterisch ben. Want
ik kon het gewoon niet aan. En kijk, weet je, de vlogs lopen een week achter. Nu zijn we weer een week verder. En nu gaat het inmiddels gewoon een stuk beter met Lef. Dus ik dacht, ja, wat heeft het ook voor zin om het te plaatsen? Want dan krijg ik zoveel tips en dingen weer. Terwijl eigenlijk is hij nu een ander kind. Hij zeurt nog steeds uiteraard heel veel om eten. En hij vermaakt zich echt, echt niet hier thuis. Maar nu heb ik wel een soort ritme met hem. Dat als hij wakker is, dat we gewoon meteen de hort opgaan. En dan hoeven we niet continu naar Monkey Town of zo. Maar dan ga ik gewoon, als het lekker weer is, met hem fietsen en naar de stad. En ook dan gaat hij de hele tijd op de grond zitten. Dan hou ik hem maar vast. Maar dat is al zoveel beter dan de hele tijd thuis zitten. Want het heeft gewoon geen zin om hier in de ochtend thuis te zijn. Want hij huilt alleen maar, hij zeurt alleen maar. Hij wil alleen maar liggen en eten. Dus daar maak ik mezelf niet blij mee. En Lef maak ik daar ook niet blij mee. En het is ook gewoon heel erg typisch. Maar als hij dan wakker wordt van zijn middagslaap, is hij ook chagrijnig. Maar dan in de avond, na het avondeten, is hij ineens zo druk en zichzelf. En heeft hij energie voor 10. Dat begint bij hem eigenlijk pas op het moment dat hij naar bed moet. Rond een uur of 7. Dan laten we hem ook altijd gewoon spelen tot hij geen zin meer heeft. Want ik denk, ja, nu speelt hij tenminste. Ga ik hem niet gelijk al naar bed. In september gaat hij dus naar de peuterspeelzaal. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe hij zich daar gaat gedragen en gaat ontwikkelen. Of hij dan lekker gaat spelen en niet heel de tijd zeurt om eten, of wel. Maar ja, daar komen we al gauw genoeg achter. Voor mezelf vind ik het ook fijn dat ik dan gewoon wat meer rust heb. En voor hem is het denk ik ook heel erg leuk. Want ik merk wel echt dat hij opbloeit als hij andere kinderen ziet. Ik ga best wel vaak de deur uit. En dan kom ik andere moeders met kinderen tegen. En dan vindt Lef dat zo leuk. Gaat hij altijd zwaaien en achter die kinderen aan. En ja, ik denk gewoon dat hij nu echt toe is aan die speelzaal. Dus ik vind het een goeie dat ik hem gewoon heb opgegeven. Dat hij er al heen gaat als hij 2 is. Ja, dit wou ik gewoon even bespreken. Ik zou zeggen, nog heel veel kijkplezier met het laatste stuk van de vlog. Ik hoop dat je het leuk vindt. En dit moest gewoon eventjes eruit. Nou jongens, wat een dag. Lef is lekker gaan slapen vanmiddag, gelukkig. En toen heb ik eventjes wat kunnen editen. En ik had pas bij de Action allemaal leuke dingen gehaald. Ook zo'n zandwatertafel. En die heb ik nu vandaag in elkaar gezet. En we hebben na 2 uur zand gehaald. Tenminste, die heeft het even gehaald. En hij vond het leuk, maar is nu alweer klaar mee. Dus we gaan er even op uit. Want hij is niet heel vrolijk hier. Dus gewoon even fietsen, want je hebt hier een plas in de buurt. Dus even kijken of dat leuk is. En misschien gaan we vanavond barbecuen. Dus dan moeten we sowieso nog even wat vleesjes en dat soort dingetjes halen. Maar ik heb de tuin dus net even gezellig gemaakt met al die gekochte spullen van de Action. Kijk hoe leuk die placemat met die bordjes. Dit kan ik dan vanavond aandoen, want we kunnen vanavond wel even lekker chillen in de tuin, aangezien het echt warm is. Ook zo'n lekker kannetje waar je drink uit kan tappen. Nieuwe glazen, dit kleedje. Ja, en ik heb ook verder de tuin gewoon even een beetje netjes opgeruimd. En dit is dus die zandwatertafel. Ik vind hem echt super leuk. Aan de zijkanten doe je dus water en hier zand. En kijk, als je zo doet, dan gaan die bootjes ook drijven. Lef, kom eens kijken. Leffie, kom eens. Staat jouw nieuwe zandwatertafel. Vind je die leuk? Kijk, we gaan de bootjes varen. Moet die gewoon lekker drinken, tappen. Wel leuk in de tuin zo met al die... Ik wil alleen nog even aan die, die muren, zeg maar. Wat van die soort rotan Ibiza stijl dingetjes. Dat wordt zo leuk. Wij gaan vanavond lekker barbecuen. Dus wat heb je nu gedaan? Kolen erin? Tigo heeft even kolen erin gedaan. Ik heb zelf echt geen verstand van barbecues, maar deze hebben we overgekocht. Superleuk. We zijn inmiddels weer thuis. We zijn dus eventjes naar een plas gegaan. En dat is echt 2 minuten fietsen voor ons. We waren er nog nooit eerder geweest, maar hier gaan we zeker vaker heen. Toen zijn we naar de Lidl gegaan, want toen moesten we even wat spullen. Want we gaan natuurlijk barbecue. Dus ik dacht, ik ga jullie laten zien wat we allemaal hebben gehaald. Van die visjes op de barbecue met mozzarella bolletjes. Kokosjoghurt. Frambozen. Kaascrackers. Kip, shak, sleek of zo. Geen flauw idee wat het is, maar iets van kipspiesjes met... Dit is eraan. Popcornijs met zeezout. Wokgarnalen. Mandarijnen. Cherrytomaten. Schalkipburgers.
kippenreepjes, want die ga ik in de salade doen. Want ik maak ook lekker een salade erbij. Dan ook mozzarella nog voor in de salade. Roggebrood met kaas, dat voelt even lekker goed. We hebben namelijk allemaal heel trek. Kiprolletjes met iets erin en iets van ham, weet ik veel wat. Wat is er? Oh. Dan hebben we 3 broodjes gehaald. Want we wilden eigenlijk stokbrood. Alleen dat was dus al op. Knijpfruit. Een salade. 2 bananen. Voor op de broodjes zag ik dit. Mascarpone gorgonzola. Heerlijk. Een burrata. Handzeep. En als laatste hebben we appels. Want eerst lust Legmoord appels. En nu vindt hij dat heel lekker. Dus ik dacht, we halen lekker appels. De tafel is inmiddels gedekt. We hebben allebei lekker wat drinken. En ik heb even een tapasbankje gemaakt. Een lekker saladetje. En Tigo die is aan het barbecuen. Werkt dat ding goed? Hij werkt goed, ja. Het ziet er ook echt professioneel uit. En hij, kijk, je ziet nu, hij is nu bijna 200 graden. Zo, maar hier worden ze ook echt goed gegrild omdat die bak dicht kan. Ja, dit is echt een perfect ding. Het is echt ideaal. En de rookmelder ging net af, want de deur stond heel open. Dus we weten ook gelijk dat hij werkt. Auw! Oh, boef. Het is inmiddels alweer 11 uur. Ik heb net lekker gedoucht. En ik heb echt zo genoten van deze avond. Ik ben zo intens gelukkig in dit huis. Het is niet normaal. Ik blijf het ook maar zeggen. Maar alles klopt gewoon. De omgeving, de sfeer, de inrichting en nu ook de tuin. Echt, ik ben zo blij. En ik vond het zo geweldig om gewoon voor het eerst de barbecue in de tuin. Ik heb daar echt maanden naar uitgekeken. Want we hadden natuurlijk elke keer nog geen tuinsetje. En het was natuurlijk elke keer geen lekker weer. Nu is het en lekker weer en hebben we een tuinsetje. En ja, ik vind het echt amazing. Er staan hier en daar natuurlijk wel wat troepjes. Maar kijk nou, wat een gezelligheid. Die lampjes ook, echt zoveel sfeer. En dat bankje en die tafel. Ja, ik ben er zo blij mee. Kijk ook hoe leuk deze vaccine is. Houders zijn of hoe je ze ook noemt. Ik vind het echt cute. En ik laat de tafel ook gewoon lekker gedekt. Want helemaal chill. We hebben Lef's stoel trouwens ook even buiten gezet. Want ik denk dat we nu voorlopig elke avond buiten eten. Want het blijft gewoon heel warm. En dan ga ik niet binnen zitten. En al die solar lights in de tuin. Ja, ik blijf dat ook gewoon zo gezellig vinden. Misschien vinden sommigen het wel te. Maar ik vind het helemaal knus en schattig. Even de kaars uitdoen. Het ziet er hier trouwens ook gelijk zoveel ruimer uit nu die eetstoel van Lef weg is. Want dat ding is zo groot. Je hebt gelijk hier veel meer ruimte om te lopen. Het is natuurlijk maar voor even. En die bloemen ook nog steeds zo blij mee. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En tot de volgende keer. Doei!